Dat is een gedeeltelijk eigendom eigenlijk. Dus vind je koopappartementen, het zijn die mooie balkons met bloemen en zo, motieven en zo, toch? Bij het Roosevatlaan. Ja, maar die hebben ze denk ik wel weggehaald, die bloemen. Oh, bedoel je langs de waterkant de bloemen? Nee, bij jouw balkon. Ze heel vaak. Nee, geen bloemen. Maakt niet uit. Je hebt in ieder geval daar een appartement gekocht. Hmm. En nu zijn ze in de binnentuin zijn ze met de tafeltennis. Nou, ze zouden een tafeltennistafel gaan maken. Een volleybalveld komt er volgens mij zelfs. Ah. Ja. Maar het is nog niet 100%. Ze zijn nog een beetje aan het... En als je hier kijkt, wat zijn toffe dingen die je nog meer zou kunnen integreren in je omgeving? Ik ben ook redelijk sportief. Hè, dan. Dus fitnesstoestellen, joggingspad lijkt me ook wel. Kan je langs het water rennen en zo. Ja. En door gras is natuurlijk ook al heel mooi. Ja. Wat zijn ze weer? Door gras? Of gras. Ik bedoel gewoon natuurgebieden eigenlijk. Gewoon lekker natuur. Ja. En vind je natuur, zou er meer groen moeten zijn, denk je, langs het water? Ja, ideeën. Mag jij trouwens in beeld komen, want ik ben nu gewoon dit aan het filmen. Nou ja, mag wel, hoeft niet per se eigenlijk. Ja, dan weten we een beetje wie we voor ons hebben, maar dat maakt niet uit. Nee, ik kan wel één keer langs gaan. Tadaa, Elroy! Nou ja, en kijk, als je daar dan toch langs hebt, moet je kunnen zitten, vind ik. En je moet een prullenbak hebben, want ja, de helft van de mensen wil wel opruimen, maar die gaat er niet 200 meter voor lopen. Ja. Ja, dus die gaan we even er langs leggen. Dit soort bomen, vind je dat interessant? Ja, bomen zelf. Altijd goed. En bloemen en pluktuinen? Een pluktuin? Ja, ik ben nogal allergisch voor dat soort dingen, dus dan zou ik gewoon voor de boom gaan. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere mensen dat wel leuk vinden. Heb je hooikoort? Ja, nou, niet meer zo eigenlijk. Ik had het veel erg, maar nu is het een beetje dan ben je echt peanut, hè? Als eigenlijk, dat is nu wel over. Ah, niet leuk. Ik heb een beetje geluk mee gehad. Ik heb niet meer zoveel. En je leeft waarschijnlijk gezond ook. Ja, nou, ik rook wel, dus maar voor de rest doe ik training. En ik zit even te denken, hier klimtoestellen, is dat wat? Ja, voor kinderen misschien. Goeie. Elroy, jij wordt nu 10 jaar oud. Pak maar vast, je wordt 10 jaar oud. Dit gebruik we gaan misschien... er wel helemaal voor, hè? Ja, we gaan ervoor. Hier, daar kan je even neerleggen. Of je mag ook 90 worden. Wat wil je, 10 jaar worden of 90? Oké. Nou, ja, doe maar weer 10. Doe maar weer 10, hè? Ja. Oké. Okay. We zijn 10 jaar. Ja. En dus pak ze maar in beide handen. Leg maar gewoon hier neer. Want we gaan even echt 10 zijn. Ja. En ik ben 10 en ik woon hier. Mijn vader die heeft een koopwoning. Ja. En ik denk van ja, ik vind het een beetje saai boel hier. Ik wil wel wat, wat leven. Wat heb ik nodig als 10-jarige? Dan zou ik wel voor de klimtoestel gaan inderdaad. Langs het water of bij het water? Langsbij, want de ouders moeten natuurlijk een beetje in de buurt zitten op een picknicktafel, toch? Oh ja, die was al eerder daar gekomen door dit gesprek. Ik denk niet dat al die ouders op de klimtoestel gaan. Oh, mag dat niet? Dat mag wel, maar ik denk niet dat ze daar zin in hebben, de meeste. Ah. Ze gaan liever van een afstandje kijken. Ja, dat lijkt is me. Lijkt ja. En willen de kinderen begeleiding of vinden ze het eigenlijk ook wel leuk om gewoon zonder begeleiding... Als er genoeg kinderen zijn, dan maakt het denk ik niet uit. Als ze met z'n drieën zijn, dan willen ze ouders mee laten spelen. Ja. Ik ben hem helemaal aan het verplaatsen. Want er zijn nog meer van die verplaatsdingen hier, hè? Mm-hmm. We hebben een speurtocht, een hinkelbaan. Ja, ik zag net iets van een schaakspel. Ik weet niet of iedereen dat even leuk vindt, maar dat lijkt me wel leuk. Persoonlijk lijkt me dat leuk om te doen, maar niet als een 10-jarige dan natuurlijk. Nee, waarom niet? Ja, ik ben een beetje te jong daarvoor, denk ik. Okay. Op schaken? Zijn we 10-jarige schaken? Ja, die schaken. Ja, je hebt schakelijks voor. Je hebt ze wel. Ja, maar ik heb over gemiddelde kind dat daar langs komt. Nee, maar jij bent nu 10. Oh, ben ik echt specifiek? Oké. Okay. Ja, we zien. Ja, precies. Oh, skatepark. Ja, skatepark. Ja, te gek. Oké. Okay.